Jon, de eerste wedstrijd in de Eredivisie. De kop is eraf. Zeg het maar. Wat vond je van je ploeg? Ik vond de Pavlaga goed. Als je uitspeelt hier bij Heerenveen, ja, kun je verwachten een moeilijke wedstrijd. Ik vond dat we heel veel kansen hebben kunnen creëren, met name in de eerste helft. We hadden Heerenveen een stuk of twee en het doelpunt. Dat is uiteindelijk een fout voor ons. De verdedigingsorganisatie stond goed. Daar zijn we druk mee bezig geweest. In de tweede helft, met name de eerste 20 minuten, dat vond ik gewoon niet goed. Maar veel te slordig. Vaak de verkeerde keus. Uiteindelijk, als je 2-2 speelt, dan vond ik wel een direct uitslag. Als je puur qua kansenhouding bekijkt, dan moet je tevreden zijn. Je zegt het zelf al, eerst 20 minuten was niet goed. Het leek alsof jullie pas na de tegengoal begonnen met voetballen. Wat ik precies zei was, de eerste 20 minuten voor de tweede helft was niet goed. Ik vond het prima in de eerste helft. Het begin van de eerste helft vond je goed, zeg je dat dan? Ja, dat vond ik prima, ja. Jullie komen dan wel op achterstand. Daarna gaan jullie in ieder geval domineren. En dat lukte in het begin van de wedstrijd niet. Wat was nou, wat je zegt, dat deden we op dat moment goed? Want in de tweede helft was ook zo'n periode dat het weer minder werd. Nou, we bewogen gewoon veel beter op zich voor elkaar. En in voetbal gaat om keuzes maken. En goede keuzes, ja, dan is het wel allemaal wat makkelijker. Maar met name de diepgang, met name het positiespel, waren gewoon een stuk beter. En ook gewoon de veldbezetting. Veldbezetting. Alex Pastoor zei het ook in de studio. Een beetje Duits of Italiaans. Hè? In de zone met twee man voorop, vier man daarachter. Hoe tevreden was je over die uitvoering? Want je hebt dat eigenlijk niet zo heel lang kunnen trainen natuurlijk. Nee, de jongens hebben daar uitstekend gedaan. We hebben 10 dagen met elkaar getraind. En we hebben heel veel tijd ingestoken. En iedereen heeft heel veel vertrouwen gewoon in de zone spelen. Dan zie je ook de jongens hebben gewoon goed uitgevoerd. We komen twee keer op achterstand. De tweede keer door een strafschop. We hebben net samen het beeld teruggekeken. Wat zie jij wat er gebeurt? Ja, dat is een keuze voor de scheidsrechter. Hij staat wel goed. Maar ja, volgens mij kun je hem geven. Maar je kan ook niet geven. Ja. Ik vind het wel een moeilijke situatie. Uiteindelijk wordt een beslissing genomen door een scheidsrechter. Moet ik dat accepteren? Je gaat het ook wel niet vinden. Ik kijk naar je lichaamstaal. Ik kijk wat je uitstraalt. Volgens mij ben je tevreden met deze eerste wedstrijd. Ja, wat ik ook in het begin zei, ja, uit bij Heerenveen is lastig. We staan vijfde en we spelen gelijk en dan creëer je eigenlijk heel veel kansen. En ik denk ook, 20, 25 minuten speelden we gewoon dominant. Zo, ja, dat kan, hè, dat mag. Dankjewel.